Eén keer eerder stond hij dit jaar op het podium. Dat gebeurde in Monaco. Hier nogmaals op het moment met de beide... Oh, ze rijden gewoon tegen elkaar aan. Goedemorgen, zeg hij. Holy mikmak, die hadden we even gemist. Een absolute salto van Christian Fittipaldi, terwijl hij tegen Pierluigi Martini aanreed. Die zag waarschijnlijk de vlag, ging van zijn gas. Goeiedag, wat komt die daar goed weg. Ongelooflijk, wat een schuiven van die Fittipaldi. En zoiets kan natuurlijk gigantisch verkeerd aflopen. Zo hebben we hem bij hier letterlijk ook niet gezien. Daar komt hij nogmaals. Martini die waarschijnlijk van zijn gas gaat. De Fittipaldi rijdt vol op het achterwiel. En gaat gewoon achter. Eén keer 360 graden rond. Wat heeft die jongen hier een geluk. Goeiedag. Completely shunted into my car. I mean, seriously, what a bunch of idiots. I'm stopped in turn five. Would you believe it? Would you believe it? Kommen fast gleichzeitig los und jetzt warten sie an der Ampel und auch Nico Rosberg hatte da viel zu viel Dampf drauf, ja, also auch der hat nicht mit der roten Ampel da unten noch gerechnet, sage ich jetzt mal, denn das war nicht, ich fahre mal hin und dann warte ich und fahre wieder raus, sondern das war rausbeschleunigen. Ja, Raikön, zu große Vorwürfe.